Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de pro is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. Sweet September kan nog net. Song van Bill McCaffey, Phyllis Kasha en Stanley Mills. Is gebracht door Pete Jolly. Frida Payne heeft het gezongen. Howard Roberts gespeeld op de gitaar. Joe Pass trouwens ook. We hoorden nu The Letterman bij het orkest van Jimmy Haskell in 1965. Goeiedag, Studio Hilversum. Een inhaaluitzending onder het motto Nog te goed, wat verzoekjes. Nummers die in een special net iets voorkwamen of werden weggedraaid. Ik time altijd met een natte vinger en alles gaat er in één keer uit, zodat ik op het eind nog wel eens in tijdnood kom. Zo kneep ik bij 90 jaar Ramblers Swinging the Fiddles af. Dat was wel bijna op het eind, 2 minuten, en zat vastgeplakt aan de fiets op de heide van Marcel Tielemans. Dat was op de derde Revival LP onder leiding van Jack Bulterman in de herfst van 1973, getiteld Tussen Mooi Holland en Farewell Blues. Nu helemaal. Met eerst een hoofdrol voor Sam Nijveen. Een luisteraar dacht dat het hier ging om Sam Nijveen en Benny Beer. Ik vind het helemaal niet zo gek, want ik dacht dat ook, want je hoort volgens mij 2 violisten. Maar Benny Beer wordt niet genoemd, dus wellicht een dubbelopname van Sam Nijveen.
fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs. Fluit ik dan met hen mee? Antwoord jij heel tevreden. Fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Fluit ik dan met hen mee? Antwoord jij heel tevreden. Fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Jij en ik alleen. Marcel Tielemans en daarvoor Sam Nevin. Bij de Ramblers onder leiding van Jack Bulterman op de Revival LP uit 1973. Swinging de fiddle en fietsen op de heide. Ik wilde toen ook in dat programma over 90 jaar Ramblers een opname laten horen van de Ramblers onder leiding van bassiste Jacques Scholz. Ik ben nooit zo dol en was nooit zo dol op het voortzetten van de Ramblers zonder één oorspronkelijk lid. Ik vond het teren op oude roem van een ander, maar ja, wie ben ik dan helemaal? Bleek dus best een prima orkest, dat horen we in Penguin, de compositie van Tony Helweg. Tony die was tenorsaxofonist bij de originele Ramblers onder leiding van Theo Uden Massman. Hij leefde van 1903 tot 1973, had voor de oorlog gespeeld in het Afro-dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. Dit is een opname van de Ramblers onder leiding van Jacques Scholz bij het 75-jarig bestaan van de Ramblers in 2001.
Ramblers onder leiding van bassist Jacques Scholz in 2001 met Penguin van Tony Helweg. De huidige dirigent van de Ramblers is de zoon van de oude drummer Kees Kranenburg senior, Kees Kranenburg junior. Nog een verzoekje voor de Samba Hollandaise uit 1949 van de Ramblers onder leiding van Theo Udemasman met in de hoofdrol Ferry Barendse. Hollandse, Nederlandse feestliedjes in een samba-ritme. Samba, 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 Hollandesa. De samba, ja die samba, dat is de modedans. Hij komt uit verre landen en die wijn behoeft geen trant. Men hoort veel vreemde namen en men slikt ze maar als koek. De Ramblers komen hier nu met iets Hollands uit de hoek. In plaats van bongo's, maraca's of hoe die dingen heten, gebruiken wij het keukengerei en roepen als we zeten. Samba, 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 Hollandesa. Samba dans is het fiesta. Verzin het, hoepe de poepa samba, de samba Hollandesa, de Ramblers met Ferry Barendse in 1949. Nog eentje dan van de Ramblers, de ijscompositie Coupe Arlequin van Kees Bruin, viel ook bijzonder in de smaak. Nog eentje van de vier die werden opgenomen op 22 maart 1960 in Hilversum, ook zo lekker, Pesh Melba. Thank you.
Als ik mij niet vergis, hoorden wij de net genoemde Tony Helweg op de klarinet bij Per Schmelma van de Ramblers onder leiding van Theo Uden Massman. Skip Voogd die gebruikte Coop Arlequin als eindtune van zijn programma Mengpaneel. En als ik mij niet vergis, dan zeg ik dat alweer, was Per Schmelma de eindtune en begintune van Disco Gram, een van de laatste programma's die Skip Voogd maakte voor de NCRV. Zo'n gekke ouderwetse titel die in de jaren 50 ook was gebruikt. Discogram met twee M'en. Terwijl er toch ook veel cd's werden gedraaid. En nog wat verzoekjes rond de uitzending van Pierre Wijnobol. Zijn 100ste geboortedag was op 5 augustus. Ik noemde toen veel titels en liet die niet horen. Dat kon natuurlijk ook niet. Maar iemand die zei, ik wil toch dat duetje van Annie Plevier en Karel van der Velde wel eens horen bij de Skymasters onder leiding van Beb Robot in 1954. Dat was Sissy van Maarland die dat zei. Dat was de Nederlandse tekst van Pierre op een hit van Joe Stafford, Make Love to Me. En die hit die was weer gebaseerd op de Tin Roof Blues uit 1923. Nog een kusje voor ik slapen ga. Morgen heb je terug zo waar als ik hier sta. Als ik zo meteen de slaap niet vatten kan, denk ik aan dat kusje en ik droom ervan. Neem me nog een kusje tot morgen vroeg. Neem me nog een kusje, één voor onderweg. Morgen heb je terug, let op wat ik je zeg. Moet nog zo net lopen en het is zo koud. Geef me dus een kusje dat me warm houdt. Neem me nog een kusje tot morgen vroeg. Had ik jou reeds nu tot vrouw, vroeg ik ook krediet. Het zou dan zijn voor de termijn van 1 minuutje, maar langer niet. Neem me nog een kusje en dan moet ik gaan. Morgen heb je terug, daar kun je van op aan. Rente krijg je ook, ik geef een hoog procent. Want in zulke dingen ben ik heus geen krent. Neem me nog een kusje, tot morgen vroeg. Laat me hier niet langer smeken staan. Neem me nog een kusje voor ik slapen ga. Morgen heb je terug zomaar als ik hier sta. Als ik zo meteen de slaap niet vatten kan, denk ik aan het kusje en ik droom ervan. Neem me nog een kusje tot morgen vroeg. Neem me nog een kusje en dan moet ik gaan. Morgen heb je terug, daar kun je van op aan. Rente krijg je ook, ik geef een hoog procent. Want in zulke dingen ben ik heus geen krent. Neem me nog een kusje, tot morgen vroeg. En geen dag langer. Toen leed er nog een kusje tot morgen. Leen me nog een kusje, kom daar vandaag de dag eens om. Echt zo'n tekst uit de jaren 50. Annie Plevier, ja, zij ging naar Duitsland. Ik heb dat toen in de tijd ook verteld. Ze ging ook zingen in het Botho Lucas koor. En ze heet in Duitsland Ans Plevier. Maar misschien heette ze oorspronkelijk ook wel Ans Plevier en noemde zich bij de Skymasters Annie Plevier. Met Karel van der Velde, de Skymasters onder leiding van Beb Robot. Martijn van Beelen die had het over het liedje Mijn Marleentje van Pierre Wijnobol. Door de windmolens, onder leiding van Johnny Holshuizen. Met zang van Truus Koopmans en Dick Doren in 1956. Vrienden van mij staan urenlang in de rij.
als de een of andere filmster komt van ver. Mijn ideaal, al kent ze geen vreemde taal, is daarom toch niet minder populair. Ja, mijn Marleentje, dat is er eentje, die zo lekker, lekker, lekker koken kan. Ja, mijn Marleentje, dat is er eentje, vind de weg mee naar het hart van iedere man. Ga voor wat je wilt, maar naar haar toe. Marleentje maakt het dadelijk klaar en hoe. Ik maak een biefstuk of een slaatje, erwtensoep met worst en kluif, pannenkoek of carbonaatje, rode kool, gebraden duif, kippenlever met pomfrieten of een soep van ossenstaart, blinde vink met rode bieten, speculaas of appeltaart. Ja, mijn Marleentje, dat is een eentje, die zo lekker, lekker, lekker koken kan. Ja, mijn Marleentje, dat is een eentje, die de weg weer naar het hart van iedere man. Ik, zei de gek, heb af en toe wel trek in Italiaanse of Chinese kost. Dan niet getreurd, het is in een wip gebeurd, want mijn Marleentje is altijd op haar post. Ja, mijn Marleentje, dat is een eentje, die zo lekker, lekker, lekker koken kan. Ja, mijn Marleentje, dat is er eentje, die de weg weer naar het hart van iedere man. Ga voor wat je wilt, maar naar haar toe. Marleentje maakt het dadelijk klaar en hoe. Groentesoep, een Russisch eitje, hutspot of een roomtompoes, vleeskroket of vispasteitje, hazenbout met appelmoes, macaroni of spaghetti, nasi goreng met saté, ravioli, koteletten, ijs of omelet soufflé. Ja, mijn Marleentje, dat is er eentje, die zo lekker, lekker, lekker koken kan. Ja, mijn Marleentje, dat is er eentje. Eentje, die de weg weer naar het hart van iedere man, die zo lekker, lekker koken kan. 1956, toen had je nog niet zoveel van die kookprogramma's op televisie. Misschien wel niet één. Wel kookrecepten op de radio, die hoorde je toen wel. De Windmolens, onder leiding van Johnny Holshuizen met Truus Koopmans en Dick Doorn, liedje van Pierre Wijnobel, Mijn Marleentje. Misschien moet u binnenkort ook wel een programma gaan maken over Johnny Holshuizen. Want, ik verwachtte het wel een beetje, na de uitzending van Johnny Meyer, verwacht men nu ook een programma over Harry Moten. Ja, dat moet ik dan ook maar eens doen, maar even daarmee wachten. Want het is natuurlijk ook wel zo, dat programma van Johnny Meyer is aardig beluisterd tegen mijn verwachting in. Maar er waren ook mensen die vonden het te veel van het goede. Het is natuurlijk ook wel, ja, een heel instrumentaal uur en een heel uur één instrument, dat kan een beetje te veel zijn. Hoewel Annie Dreuver onderweg nog even zong, maar dat hielp dan niet. Maar in ieder geval, dankzij de goede zorgen van www.muziekschatten.nl, doolt dit programma nu rond op internet en wordt behoorlijk beluisterd en bekeken. Ik heb een leuk voorproefje als het dan gaat om een programma over Harry Moten. Want Johnny Meyer en Harry Moten, ja, dat waren dan wel concurrenten, maar ze speelden ook wel samen hoor. Dat deden ze in 1965 in een televisieuitzending. En ze deden het eerder op 10 oktober 1959 in het KRO zaterdagavondprogramma Tirelantijnen. Aangekondigd door Jan Blazer en René van Voren. En dames en heren, wanneer wij het over voetballen hebben, denken wij automatisch aan een accordeon. Immers, vrienden, daar zijn ook 11 kleine spelers op een veld van toetsen. 11 spelers? Hij heeft toch maar 10 vingers? Maak de mensen nou niet attent op, anders klopt mijn woordspeling niet meer. En dan hebben wij hier nu 2 van deze kampioenelftallen, die op welke wedstrijd dan ook zeker met de erepalm zullen gaan strijken. Natuurlijk, want het zijn de accordeonisten Johnny Meyer en Harry Moten. MUZIEK
Accordeonduel Johnny Meyer en Harry Moten met het KRO Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek op 10 oktober 1959 in Tierenlantijnen. Er werd niet gezegd wat ze speelden. Ik kon dat ook niet meer terugvinden, want het hele programma dat staat wel vermeld op beeld en geluid van Tierenlantijnen. Maar er staat gewoon een optreden van Johnny Meyer en Harry Moten. Ja, ik moet natuurlijk uit mijn hoofd weten wat het was, want het klonk toch wel Wilkley-achtig of Albert Vossen. Ik dacht dat de laatste was Vliegende Bletter, anders Springen de Poenten. Nee, Vliegvlak was het niet, die hoorden we onlangs van Johnny Meyer. Ja, en Hoekenpak en Schnabernak van Wilkley Hee ken ik ook wel, en Kwekzilber. Wie het weet mag het zeggen, want ik twijfel eraan, want die dingen lijken allemaal op elkaar, die karakterstukjes van bijvoorbeeld Wilkley Hee of Albert Vossen. Maar misschien was het wel iets van Heinz Monsonius. In ieder geval niet Spirito van Koen van Orso, want dat kon ik terugvinden. Wie het weet mag het zeggen. Stuur het maar naar de redactie van rti.nl. rtihilversum.nl redactie. Dan een apenstaart rtihilversum aan elkaar geschreven.nl. Maar je kunt het ook sturen naar www.muziekschatten.nl. En toen RTI Hilversum in het oude gebouw van de AVRO kwam, toen maakte ik twee programma's met oude geluiden uit de studio aan de Schravenlandseweg 5052. Veel bleef natuurlijk liggen. En bij de orkesten en ensembleparade bijvoorbeeld Georges de Vretes en zijn Royal Hawaiian Minstrels. Die waren er al in 1938. Georges kwam vanuit Indonesië als verstekeling aan boord van de Johan Oldebarneveld in 1958 naar Nederland. Nauwelijks van boord werd hij al gecontracteerd door Jan de Winter, producer bij de AVRO, bij de Royal Hawaiian Minstrels en het andere ensemble van Georges de Vretes, Suare Istana, zongen Joyce Aubrey en Bill Thomas en ook Ming Luhu Lima. Hier is een opname uit 1959, Ayun Ayun. Klimt in die bomen, klapperboom. Ayun,
kampioen. En die hoge klapper, boom, oma Spira, klemt hem die hoge klapper, boom. Jangan lama di Kali Semarang, Kali Semarang, banyak lintanya. Janganlah kawin nona sekarang, nona sekarang banyak tingkahnya. Ayun, 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 endi hoge klapper, boom, oma Spira, klemt endi hoge klapper, boom. Ayun, 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 endi hoge klapper, boom, oma Spira, klemt endi hoge klapper, boom. Zwingend kromtjong wijsje voor een kromtjong meisje. Ajoen, ajoen. Een raar verhaal doet de ronde op Google. George Aubrey, die zong wel bij George de Vretes, maar was sinds 1952 zijn ex. Nu beweert iemand dat George nare optredens met George de Vretes in 1962 ging samenwerken met de grote concurrent van George, Rudy Warata. Nee, dat is niet waar. Het was juist daarvoor. Het was wel zo, Rudy Warata had nummers van George de Vretes gepikt en mocht een tijdje niet spelen. In 1948 werd trouwens uit natuurlijk van George de Vretes en George Aubrey Wanda geboren. Zangeres van onder andere de Locomotion, de Kelder van Billy en In Yokohama komen tot waarheid al mijn dromen. Maar George Aubrey had dus gezongen in 1956 bij de Amboyna Serenades onder leiding van Rudy Warata. De hit Klappermelk met suiker hadden ze toen. En die Amboyna Serenades waren een afgeleide van de Mena Moria Minstrels onder leiding van Rudy Warata. Ming Luhulima volgde hem op. Ming zong dus ook bij de Amboyna Serenades van Rudy Warata, lekker verwarrend allemaal, en bij de Suare Istana van George de Vretes. Ze zochten elkaar dus altijd wel weer op. Ming Luhulima vereenvoudigde zijn naam tot Luhulima voor twee singles in 1958. Vertalingen van Harry Belafonte's successen als Jamaica Farewell en Eiland in de Zon. Het liedje Die Goeie Oude Tijd en het liedje van René Berg. Dat was schuilnaam voor KRO-producer Ton Kool en ene meneer Rasch. Dat gaat over Conjo. Toen de nacht viel in de poesta, zaten zij in maneschijn, stil te dromen van hun liefde, en het afscheid deed hen pijn. Want een wagen rijdt maar door, stotend in het karrespoor. Een zigeunermeisje droomt dan van Conjo, van Conjo. Als een kampvuur 's avonds brandt en het stil is om haar heen, denkt zij aan haar lieve Conjo, die is nu alleen. Maar de wagen moet verder, zwoegen tegen storm en zand, want een zigeuner heeft geen thuis of vaderland. En hun wagen rijdt weer door, stotend in het karrespoor. Een zigeunermeisje droomt dan van Conjo alleen.
Want een zigeuner heeft in thuis al vaderland. En een wagen rijdt weer door, stokend in het karrespoor. Een zigeuner meisje droomt dan van Konjo alleen, van Konjo alleen, van Konjo alleen. Zo'n tekst kan eigenlijk niet meer, hè? Want men wil niet meer het woord zigeuner horen. Maar ik vind dat juist een geuzennaam. Lulima, oftewel Ming Lulima, met een orkestje onder leiding van Bert Page. Dat was een van die unisono orkestjes in de jaren 50. Dan werd de accordeonpartij gelijk met de klarinetpartij gespeeld. Dit was in 1958. En omdat René Bert dat had geschreven als tekst, dat was dus Ton Kool van de KRO. Dan kwam je ook terecht bij Ko Haagdoorn, die het op de KRO-radio zong. Met het ensemble Frivoletta onder leiding van Johnny Ombach. George Frazes en zijn Royal Hawaiian Minstrels, om het daar nog even over te hebben, die moesten in 1962 hun optredens bij de AVRO alweer stoppen. Er werd gezegd dat er geen belangstelling meer was voor Hawaii muziek. De Kilima Hawaiians die moesten in 1963 bij de VARA stoppen. Ze kwamen in 1968 terug bij de NCRV. Omroepbazen of netmanagers die kunnen dan wel beweren dat hier of daar geen belangstelling meer voor is. Altijd blijkt er een zwijgende meerderheid te zijn die er nog wel belangstelling voor heeft. Ik merk dat aan dit programma. Hier wordt het cultureel erfgoed nog bewaard. In Duitsland is men daar veel beter in, hoewel dat daar ook wel minder wordt. Jammer dat mijn Duitse uur de mist inging door een computerstoring. Alles kwam hortend en stotend de zender op. Gelukkig was er nog wel een herhaling, dan klonk het beter. Maar nog even herkansing voor een orkest wat in de smaak viel. Dat van Werner Drexler, dat speelde in 1975 een walsje van Hans Lang, Françoise. Tender moments, zou je kunnen zeggen. Ik zei dat ook. Françoise, door het orkest van Werner Drexler. Over Duitse orkesten gesproken, begin februari wijdde ik een half uurtje aan Barry Lippmann, oftewel Friedel Berlip, die 11 januari 95 jaar werd. De man, die wordt 100, dachten wij.
Nou, toch niet. 21 augustus overleed hij. Ik heb nog wat opnamen van hem meegebracht. We hoorden in Nederland de banda Zapata met La Paranda. Het origineel was van Barry Lipman. Die plaat hoorden wij niet, voor zover ik kon nagaan. Maar nu wel. Inderdaad, het lijkt een beetje op Abanda van Herb Alpert onder andere. La Paranda 1974, The Happy Sound van Barry Lipman, zo'n beetje begin jaren 70 ontstaan. Maar in 1968 had hij al twee orkest-LP's gemaakt onder het motto Music for Drivers. Kon je lekker in de auto luisteren. Je had toen ook van die voorgespeelde cassettebandjes. Daarvoor had hij onder eigen naam Friedel Berliep heel veel artiesten begeleid, zoals Gieten, Chris Howland, Lale Andersen, Fred Betterman, Rex Kildo. Niet alle platen daar niet van, dat gold ook voor Connie Froboess. Onder meer had hij haar begeleid in het lied uit de film Ein Mädchen mit 16. Ja, ein Mädchen mit 16. So wenig zum Glück, nur ein paar schicke Platten mit ganz heißer Musik. Für ein Mädchen mit 16 ist die Welt wunderschön und sie freut sich auf Sonntag, um mal tanzen zu gehen. Glück
De band van Barry Lipman in 1975 met Farmer's Walkin'. Die gebruik ik nog wel eens in Sinterklaasprogramma's, want ik hoor hierin hij komt, de goede lieve Sid. Later kwam ik erachter waarom Barry Lipman dit Farmer's Walkin' noemde, want de opname Red Wing van Glen Campbell, die gaf weer dat ze hadden gebruikt de Fröhliche Landmann van Robert Schumann uit 1848... zei Siebert Kempkes van WDRV heel snedig, de Fröhliche Sintmann. Veel te vertellen valt er over Barry Lipman, helaas geen tijd meer, maar ik heb dat toen de tijd ook wel gedaan. Hij speelde ook bij de NWDR en SWF, was even een producer voor de Duitse afdeling van Vogue Records, Electrola, werkte met Charles Navour, Dalida, Sarah Leander, Cliff Richard en Pat Boone enzovoort. Hij had succes met zijn lied Keep Smiling, dat werd gezongen door James Lloyd in 1970. Hij heeft trouwens Roland W. ontdekt, de jongen van Monia en Cindy und Bert. Zijn versie van Lady Rose van Mingo Jerry was opvallend. En hij had dus hits met La Paranda en een beetje met The Girls from Paramaribo. Maar ik eindig met Musiden, oftewel Wooden Heart.
De bladmuziek van Moesie Dennis is te vinden op www.muziekschatten.nl. Dat geldt trouwens ook voor Fietsen op de Heide van Marcel Tielemans. Volgende week, 65 jaar televisie in Nederland. Maar er is meer aan de hand. Als u nagaat dat de eerste uitzending van Studio Hilversum op 2 oktober 2011 was. Ja, wat dan?